Door het verhaal van Anil Ramdas te onderzoeken en te schrijven, wil de auteur en letterkundige Karin Ahmad Mukrim onderzoeken wat de plek is van een postkoloniale schrijver, ofwel een zwarte schrijver in het Westen. Met dit onderzoek is Ahmad Mukrim op 26 september jongstleden gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden in Nederland. De titel van haar onderzoek was In wat voor land leef ik eigenlijk? Anil Ramdas, onmogelijk cosmopoliet. De in 1958 in Paramaribo geboren Ramdas was een schrijver op zoek naar allesomvattende antwoorden op vragen over beschaving, identiteit en afkomst. En die in 2012 middels zelfmoord deze reis beëindigde. In gesprek met onze redactie zegt Ahmad Mukrim zijn leven te hebben gebruikt om te kijken naar hoe het Westen reageert op kritische postkoloniale stemmen. Wat je ziet, heel kort samengevat in de carrière van Anil, is dat hij aan het begin van zijn carrière was hij vreselijk kritisch op de migranten en op de Surinamers en op de Hindoestanen. Dus een soort nestbevuiling toch? En dat werd echt heel erg gewaardeerd in Nederland. Zo werd hij echt zo positief door ontvangen, zou je kunnen zeggen. Waardoor hij ook veel kritiek uit de Surinaamse hoek kreeg. Hè? Als zijnde van ja, een beetje slijmen bij de Hollanders of zo. Maar met de opkomst van het populisme, Geert Wilders en de PVV in Nederland, werd hij heel kritisch op Nederland en op het Westen in het algemeen. En hij zei, waar is die zelfkritiek van het Westen nu de barbaren van binnenuit komen? Want jullie zijn eeuwig aan het zeggen, ja, die barbaren komen van buiten. Maar deze onbehouden mensen met ongefundeerde meningen zijn witte mensen. Naarmate hij dat meer bleef zeggen, ging zeggen, trokken mensen steeds meer hun handen van hem af. En ik heb dat aangetoond, dat kan je heel concreet, als je alle archieven hebt, kan je heel concreet aantonen. Zo reageerden de andere columnisten, andere journalisten in hun stukken op hem. Zo reageerden mensen op internet op hem. De meest vreselijke racistische dingen werden er gezegd. In radio-interviews, televisie-interviews werd hij ontzettend raar benaderd. En wanneer je dat nu terugleest, dan schrik je daarvan. Ahmad Mukrim merkt nu al bij de recensies dat mensen ervan opkijken hoe er met Ramdas werd omgesprongen na zijn vaak kritische boeken. De promovenda vertelt over de persoon Anil Ramdas. Hij was een extreem intelligente man. Ik denk dat zijn eenzaamheid vooral een intellectuele eenzaamheid is geweest, zoals ik hem heb leren kennen door mijn onderzoek. Hij was extreem getalenteerd. Er zijn weinig tot geen mensen die ik als letterkundige eigenlijk ken in het Nederlandse taalgebied die zulke goede essays schrijven of schreven als Anil Ramdas. En dat is iets waar Suriname echt trots op kan zijn. Dat wij iemand hebben geleverd, dat Suriname iemand heeft geleverd, heeft voortgebracht, die echt op eenzame hoogte staat voor wat betreft essayistische kwaliteit. En hij was, denk ik ook op een meer persoonlijk niveau, was hij heel tegenstrijdig. Hij was zowel warm en supportive als heel arrogant en zelfingenomen en onuitstaanbaar. En dat zijn interessante dingen om te onderzoeken, toch? Als iemand heel complex is, dan ga je een interessanter boek erover kunnen schrijven dan iemand die of alleen maar slecht of alleen maar goed is. Ahmad Mukrim gaat zich nu verdiepen om te schrijven over de geschiedenis van Suriname via persoonlijke verhalen van mensen en families. Het volledige gesprek met Karin Ahmad Mukrim zal worden uitgezonden in ons programma In Gesprek Met.